Wat is te fijner dan de kermis? Het is vermaakt voor jong en oud. Want een dagje op de kermis, dat is waar iedereen van houdt. Yo, yo, kijkers! En welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timody! En zoals jullie achter mij zien, staan we op de kermis. Maar we gaan gewoon lekker magneetvissen naast de kermis. Dus kijk zeker verder. Yes! Tim, kom even helpen. Goedemorgen, John. Goedemorgen, moet je eens kijken wat in het mandje ligt. Is een bicycle. Ja, maar wat lekker, zit in het mandje? In het mandje? It's a knife! Nee joh! In een krant gewikkeld of zoiets. Ja. Oké, okay, kom eens nou helpen, maat. Oeh, heb ik er bijna uitgevallen. Wow, hey. Ja man. Plastic. Papier. In al die papier. Wow. Heftig man. Ja. Zo maar. Oh, dat is gewoon gewikkeld. Ja man, hier kan echt wel wat mee zijn gebeurd hoor, maat. Een overval of zo. Ja, nou ja. Dreiging. Nou ja, ik denk misschien wel iets anders man. We laten hem mooi liggen. Als de politie straks komt, kunnen ze mij nemen. Ja toch. Gekke, gewoon in een mandje, ja man. Hey, fietsen erin. Fietsen? Nee, hij doet het niet toch? Nee, pleur op hoor. Nee. Hey, waar is je collega? Ja, Jopie. Fietsen maar in. John, je debuut. Fietsen maar in. Kijk hem gaan dan, lekker maat. Hij doet het echt gewoon nog, hé. Dit is gewoon echt een goede fiets, hé. 1976. Popal. Ja, nu kan ik eigenlijk ook een keertje vloggen. Radio Vleermuis is in de building. Maar hey, daar is Bartje Goud met zijn pijn in zijn rug. Godzijdank, hey, gaat hier, Bartje? Ja, niet zo goed, man. Kloten, moet geopereerd worden. Oh. Dus ja, dat is... Ja, ik zie ze hangen. Dus ja, dat is kloten, man. Het is, ik mis het wel, dat magneetvissen. Ja, het is niet anders. Nou, je bent er gelukkig bij, dus je kan het gewoon live meemaken. Ja, ik vind het even leuk om even... Ja, het is toch dicht bij mijn huis, dus ja, dat is toch wel weer fijn natuurlijk. Ja, in ieder geval, kijkers, laat de dikke vette beterschap achter voor Bartje Goud in de reacties. En wens hem allemaal beterschap en succes met zijn operatie. Ja man, perfect, ja, man. Ja, man. Hopen dat het daarna weer een beetje goed komt met je, weet je. Oh, dat is zeker. Maar goed zeker. Dat je erbij bent. Ik kom terug. Goed dat je erbij bent. Yes, kijkers! Na een... Ja, een kinderzitje en een doosje sigaartjes. Wou ik de hoop opgeven. Ik wou weer als ADHD'er wou ik weggaan. En yes! Toen zag ik deze eraan hangen. Helaas is het een alarmpistool. Maar ja, die mag ik dus wel meenemen. En die kan ik dus in mijn vitrine zetten. Want dit is een exemplaar wat je, ja, wat je mag hebben. Super vet. Nee, je hebt ook zeg maar... Ja, tekst erop. Ja, van die rare dingen. Althans, ja. Ja, yeah. Lekker man. Ik ben echt super blij. Alleen jammer dat de handvat er niet aan zit. Nee, nou ja. Zal hij het nog doen? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, maak jij de buurt even wakker. Goedemorgen. Timo die is in de building. Ja, super vet man. Leuk man, Tim. Ja, ik ben echt blij man. Echt super blij. En vooral omdat je hem mee mag nemen, weet je. Yes! Super dik. Gun toy. Er staat ook gewoon gun toy op. Zie je dat? Oh ja. Zit het dingetje er ook nog in, dat ijzertje? Ik weet niet wat erin hoort. Ja, zo'n vierkante blokje, weet je. Dat moet achterin en... ja, die... Nee man, dat zit er niet in. Dit bedoel je. Ja, nee, is leeg. Dat zit er niet in, helaas. Ja, maar wel super dik man. Ja, leuk. Niet voor niks naar Amsterdam gereden vandaag. Yes! Super dik. Ja, ik ben echt blij. Doe die duim omhoog. Maar kijk eens. Doe die duim niet zomaar omhoog. Doe hem met je linker wijsvinger omhoog, die duim. Als je de kleur blauw in je omgeving ziet. Zie je die kleur blauw dan niet? Doe hem dan met je rechter wijsvinger omhoog. Laat even weten met welke vinger jij hem hebt achtergelaten. Yes! Ja, wat heb je? Ja, niks bijzonders. Nou, dat alarmpistooltje. Ik wou al eigenlijk weg voor dat alarmpistooltje. Maar ja, nou blijft het natuurlijk doorgaan. Ja. Kijk dit! Wat is dit dan, joh? Een of andere springveer. Nou.
Jammer dat hij is afgebroken. Ja, man. Ah, echt jammer dat hij is afgebroken. Oh. Ja. Maak hem alleen maar verder kapot. Ja. Jammer. Wat leuk. Ja. Zo vind je nog eens wat, hè, als je doorgaat. Niet van dat ADHD-gedrag. John die trok er nog een scooterframepje uit. Met de tank er nog op. Abba. Altijd leuk. En lekker zwaar. It's a bag. Nou, het is geen bag, maar ja, het stinkt enorm. Dus ik ben echt bang dat hier een of andere voodoo shit in gaat zitten. Ja hoor, kijk dan. Wat is dit dan, joh? Met spijkers, zien jullie dat? Ja man, echt rare dingen, jongen. Oh, er komt een geur van een baba. Hier, Badje Goud, neem jij de camera even over. Wat heb jij, Timothy? Kloezoe! Yes! En jij zei dat ik hem er nooit uit zou krijgen. Ja, nou kijk eens, daar komt hij hoor. Een rabba met wieletjes, kijk eens. Oh, kijk uit. Hij is echt mega zwaar hoor. Hij is echt mega zwaar. Je moet eentje helpen misschien. Ja. Dat gaat niet 1, 2, 3, hè, jongens. Het is strijden. Dat maakt niet uit, joh. Daar houden we de wind. Ja, man, hij is aan de kant. Hij is dicht. Hij is dicht, gek. Een dichte kluis, hè? Nee, pleur op. Een dichte kluis, Arie. Ja, ja. Goed dat je er weer bent. Ja, ja. Kom, hij is weer meteen blij, die Timothy, hè? Je brengt hem naar een plek en hij is meteen blij. Lekker man, Badje Goud. Dichte kluis. Ja, en dames en heren, verderop daar, oh. Bij het steigertje. Daar ligt ook wat in het water. Ik ga direct even op onderzoek uit. Want, ja, waarschijnlijk ligt daar ook wel een kluis voor de jongens. En ze zijn hard bezig. Hey. Tim. Mag je uit? Hé, een sieraad komt eruit. Kijk dan. Wat voor? Een sleutelhanger. Wow. Zo groot. Nog een hand. Yes. Lekker Badje Goud. Thanks man. Kijk die kluis. En in één keer had ik dit eraan zitten. Dat sieraad. Dit is gewoon een sieraad. Ja, 100%. Wat is dat? Een hand? Een Arabisch hand of zo? Je moet hem een beetje daarheen trekken. Wat is dit, man? In het midden daar. Kijk eens, hebben jullie een idee? Laat het dan even weten in de reacties. Super dik. Goed dat je erbij bent voor de dames. Voor de dames. Knappe kerel, hè? Ja, kunnen ze sliden in zijn DM. Kijk eens. Wow. Die zit vol. Ja man, hij zit ook dicht ook, maat. Ik ben echt super. Goed gevoel. Super blij man. Lekker John. Hey, die haak. Oké, okay, kom maar met dat touw. Ja, Nick kan er omheen gooien toch? Nee. Ja, als hij bij mij komt. Kant. Nee, ook niet. Sorry. Ja, die krijg je niet zomaar 1, 2, 3. Ik kan hem wel aan de onderkant op het wiel scoren. Ja, die krijg je niet 1, 2, 3. Je moet het water in man. Of met die touw of zo eromheen. Ja, zo. Nou kan wel dat nou misschien. Kijk, nu gaan we echt wel eruit kijken hoor. Kijk eens. Kom maar een beetje dichterbij hoor met de camera. Juist hem. Kijk dit. Heel goed die touw eromheen. Ja man. Die kluis gaat er echt wel uit hoor. Dichte kluis jongens. Yes. Laat hem helemaal voor zitten dan. Wow, kijk eens. Het is een dikke kluis hoor. Echt een dikke kluis. En hij is wel open geweest, maar er kwam al een sieraad uit. Dus ja man. Kijk uit dat je die deur niet open trekt hoor. Je vasthouden. Hij is wel open geweest, ja, ik zie het. Maar ja? Dat zegt helemaal niks. Badje Goud, kan je hem even strak houden? Nee, ik heb last ja, van de rug, man. Geef mij dat ding, ik ga filmen. Nee. Hier, daar staat aan. Bij mij even de drekhaker uit. Jouw touw. Zit hij er helemaal onder? Nou, hij gaat hier al, deze kan niet onder. Rustig aan Tim. Hij zit wel onder het slotje. Ja toch? Hij onder het knieën. Oh. Ja, hou hem. Zo, ja. Dan goed man. Oh. Het is echt bizar man. Die kluis, ja, die krijgen we er bijna niet uit. Sean gooit even in. Vals speler. En nog een kluis. Nee, bovenop wat je moet gooien, bovenop.
Hij gaat hij weer hoor. Net te laat. Ah, pannootjes. Kudding. Kudding. Nou, die komt er wel uit, hè? Die is er zeker makkelijker uit dan die andere. Zo, die touw ergens rondom. Ja, die is er al hoor. Baba! Ja man, allemaal spullen zitten erin. Hou op. Ja man. Bedankt Tim. Zo, mooie kluis jongen. Ja, hij is al open. Kijk, ze wouden hem eerst hier open slijpen. Ja, zie je dat? En daarna hebben ze hem hier open geslepen. Maar 100% spullen, kijk eens. Wow. Nou John. Hoger of niet? Wat een kluis hè. Woe. Dat is goed, ja. Even een beetje dat water eruit man. Ja. Zo. Kijk eens jou hè. Wat is het? Weet niet. Volgens mij zitten er meerdere spullen in hoor. Ja man. Ja. Nee, ik zit er bijna niet in man. Ik heb een breekijzertje in mijn tas. Oh, dat is mooi. Ja, volgens mij zitten er spullen in. Ja. Dikke kluis hoor. Even deze kant op rollen. Ja, even die kant. Dikke kluis hoor. Ja, dat is genoeg. Ja, daarom. Zo, dikke kluis hoor. Hoor eens, allemaal spullen. Ik denk dat er weinig in zit. Ik zie wel een rode, klep denk ik zitten. Niet doen hoor. Nee. Ik kan eigenlijk een stuk openbreken man. Ja, dik. Als die stuk gaat, gaat die stuk. Maakt niet uit hoor. Er zit er wel wat in, denk je Tim. Anders kun je mij dus gebruiken hoor. Ja man. Oké. Okay. Ja, het kan allemaal hè, Bartje Goud. Zo, zweetdruppels op mijn kop, maar hij strijdt hoor. Oh, wat een ding. Die andere kluis legt daar zo. Daar zat helaas niks meer in. Ja, er zat een cilinder van een huisslot in met een schroef erin. Maar super vet, hij is er eindelijk uit en hij is nog dicht. En die mega grote hand kwam er natuurlijk uit die jullie al zagen. Hier ook. Oh, die leg je hier. Ja, dit is ook gewoon volgens mij een sieraad of dat Turks, ja, dat hing aan de muur of iets. Ja, dat is een mooie decoratie. Dus. Ja, maar die is leuk. Ja, die is leuk. Dat wordt een opknappen tip. Ja. Oh, hindoe, hoe? Hindoeïsme. Ja, oké. Okay. Hindoeïsme. Kikker. Ja, misschien is het wat waard, hè? Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Sowieso ga je nog om te hebben, weet je. Alles eerlijk delen, hè? John, die hebt die mega koevoet gehaald, dus we gaan het zien. Ja, komen. Ga jij op. Doe iets naar boven. Ja, ja, daar gaat hij. Nee man. Empty hè? Ja man. En die had ik echt niet zien aankomen man. Echt helaas zeg. Er is hier niks achtergelaten. Nee man. Zo, dit is echt jammer man. We hebben zwaar lopen strijden voor een lege kluis. Ja. We hebben zwaar lopen strijden voor een lege kluis. Echt jammer man. Kijk die zweetdruppels eens eventjes. Ja, die zie je wel. Ja, echt jammer. Nee, helemaal niks erin man. Ja, mag niet. Echt jammer. Hè? Wat een ding zeg. Nou ja. Nee, nee.
is helemaal leeg. Maar waar dat, dat die hand vandaan kwam dan? Misschien dat misschien los in dan? Ja. Jammer man, echt jammer. Doorgooien. Zwaar gestreden voor twee lege kluizen. Ja, gaan we doorrammen. De volgende zit vol. Rammen. Doorrammen. Zo, ik heb nog gewoon nog steeds zweetdruppels op mijn hoofd. Wow, kijk dit mes. Stanley mes, zeg. Wow. Oh, zo hé. Wat een joekel. Je zei nog zo, je bent niet meer jij. Je bent weer met Stanley aan het vissen. Ik ben met Stanley aan het vissen. Met Fat Max. Ja man, wat een joekel zeg. Dat is echt een grote. Wow. Abba, ga mee. Oh. Ja. Ja, Badje Goud, jij hebt het stiekem ook al gezien. Ja, ik ook. Maar dit is echt wel gaaf. Een gouden lamp. Ja, er is niet veel meer van over. Het was ooit een... ja, het is nog steeds wel een gouden lamp. Alleen, hij is niet meer heel... Kijk, dat heb allemaal zo gehangen, Badje Goud. Ja. Zie je dat? En kijk eens, zien jullie dit? Ja, dat heeft zo gehangen. Ja, een gouden lamp. Met dit erop. Ja man, ja, dat is niks. Jo. Ja, super vet. Steppie eruit. Voor mij nog best wel een professioneel. De Black Dragon. Ja man. Jo, kijk of die het doet. Kom. Ja, doe het. Ja, ga. Kijk of die het doet, hè. Huh? Ja. Abba! Doet de remmen toch? Ja, ook nog. Nou, top. Mooi ding. Ja, is toch grappig? Hè? Ja, ja, je hoeft het niet te doen hoor, we geloven je. Ja, super vet man. Ja, hij is niet magnetisch en achter die schaar zat hij geplakt. Ja. Het is een sieraad, maar het is niet zilver, hè? Ik denk het wel. Nou ja, ik heb pas stiekem gekeken. Ik zag geen tekentje staan. Maar dat hoeft niet. Dat ga ik vandaag wel even uitproberen. Nou, probeer jij dat anders even uit. En stuur daarvan een filmpje naar mij toe. En dan... Gaan we even crashen op een steentje. En dan weten we het, hè? Oké, okay. Nou ja, let me know. Krassen, krassen, krassen. Ik ben Tim, kras en win. Hey, Sean, lekker man. Je hebt hem eruit. Ik dacht dat die goud was, man. Nee, koper. Koperkleurig. En dat is wel een leuk kettingje, hé. Dat is super dik om te vinden. Ah ja. Nou, dit is 100% RVS. Wat staat erop eigenlijk? Nee, niks aan de achterkant. Wat diamantjes aan de voorkant. Ja. Zo, wat een inimini rolmaatje zeg. Oh, dat is een sleutelhanger. Nou ja. Met Albert Heijn-winkjes eraan. En zo. Tim, sluis. Helemaal dicht. Kijk het logo. Dordrecht Holland. Lips. Wacht, ik ga hem helemaal naar boven duwen. Ja, helemaal dicht. En jij zei dat het lukt niet, toch? Nee, dat zei hij. Ja, Tim ook. Tim zei, die gaat nooit lukken, heb je pak voor nodig. Ja, dan moet je het water voor in. Nou, dat is hem hoor, hier is hij. Maar weet je zeker dat het hem is? Ja. Hij kan daar vandaan. Hier, kijk, moet je kijken hoe mooi logo erop zit. Nee joh. Zo, dat is een oude zak. De logo ga ik sowieso meenemen. Wow. Ja man, super dik. Ja man, dat logo is echt super dik hè. Ja, dat logo moet je er sowieso vanaf halen. Is die echt dicht? Ja, hij is dicht. Ja man. Hij is nergens geslepen. Kijk. Nergens geslepen. Oh, wat een leuk. Ik denk dat hij open is geweest. Dan ook van bang van wel. Vooral dat je dit ziet hè. Ja, hier proberen. Ja. Ik denk dat je schroevendraaier nodig hebt. Super dik. Ja hoor, een dichte kluis hè. Nee. Zo, maar die deur is inderdaad dik zeg. Wat een dikke kluis is dit. Dit. Nou. Misschien zit er wel spullen in, of niet? Wel een hoop blubber zit erin. Ja. Er is nog een geldwisje.
Nee joh. Kijk dan, gewoon ook nog een geldkistje erin. Ook zo'n dikke van Lips. Ja man, zelfde kleur bijna. Ja, moet je weer schoonmaken meenemen, man. Ja, daar kan ik mijn munten in doen. Ja, tuurlijk. Ja, gaaf, hè? Dat is een goed idee van Jopie, hè? Die is dik, hè? Wat is dat dan, joh? Een of andere dubbele. Ja, nog een wand. Nog een wand. Ja, voor de rest... Wat een dikke kluis. Dit is een dure kluis, hoor. Ik zou gewoon die deur erin afbreken. Nee, dat moet je dan gewoon netjes afschroeven, man. Met een schroevendraaiertje, joh. Dat logo. Ja. Heb je dat? Ja, dat is het. Is dat? Schakelt hij. Schakeltje inderdaad. Ja, moet je wat doen. Oh, dat doen. Ja, waarschijnlijk van zilver nog ook. Italië. Ja, zilver. 925. Hoppa. Hangetje, 925. Kijk dat mooi ingezoomd. Harry. Ja, hier. Help even. Ja, er staat echt 925 in. Ben je alleen het logo eraf of... Hey, dit is een zilver armbandje, maat. Ja, alleen het logootje denk ik, of de deur. Ja, dik. Zilver sieraad, maat. Dit is echt zilver, 925 staat erin. Hoppa. Abba. Rama. Door blijven gaan, hè.